Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Politiek Café hier vanuit Café Dudok. Dit is de laatste uitzending voor de zomer en we hebben een aantal gasten en onderwerpen. En natuurlijk ook weer de sketch. We beginnen dit keer met het meest actuele onderwerp. Afgelopen woensdag werd bekend dat Hilversum per 1 juli gaat experimenteren met stadstewards. Wat dat precies zijn en wat ze gaan doen, gaan we als het goed is horen van de verantwoordelijk wethouder hier aanwezig. Hartelijk welkom, meneer Rensen. Meneer Rensen, wat zijn stadstewards en wat gaan ze eigenlijk doen? Stadstewards zijn de jongens en meiden die in het centrum rond gaan lopen om de service te verlenen aan het publiek, aan winkeliers waar dat nodig is. En daarmee het winkelen prettiger maken. Jongens en meiden, zei u, of mannen en vrouwen? Het kan alle twee, maar we proberen het van jongs af aan in te zetten. Dus het is ook een beetje een loopbaantraject voor jongeren die via stadstewards traject door kunnen gaan naar BOA uiteindelijk. Ja. Om dus volledig handhaven te worden. We kennen in Nederland al stadswachten. Is er een verschil tussen stadstewards en stadswachten? De stadswacht is een beetje het vermijden van criminaliteit. En een hele negatieve connotatie is natuurlijk de buurtwacht. Ja. Dit is echt serviceverlenend. Ja. Dus mensen de weg wijzen, kindertjes die verloren raken, brommers die in de weg staan opzij zetten, mensen attent maken dat er echt niet fietsbak worden, dat soort dingen, om het winkelen prettiger te maken. Ja. Ik heb begrepen, het zijn mensen die met behoud van uitkering dit mogen gaan doen? In eerste instantie is dat zo, ja. Is daar veel animo voor? We hebben behoorlijk wat aanmeldingen gekregen. Ja, dat was nog niet bekend. We hebben streng geselecteerd, nou bij de doelgroep wel, was het wel bekend. Dus ja. We hebben het idee is al langer geleden ook in de gemeenteraad naar voren geschoven. Daar hebben we ook extra geld voor gekregen. Dus het idee is al langer geleden uitgewerkt. En we hebben een aantal kandidaten gehad. Ja. U zei streng geselecteerd. Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, kijk, het moeten natuurlijk wel mensen zijn die een beetje overwicht over zich heen hebben. Ja. Hè? Dus en hoe test u dat dan? Nou ja, gewoon goed vragen. Jongens moeten een beetje assertief zijn en een beetje... Ook durven zeggen en attent zijn en de normale kwaliteiten die je moet hebben om wat overwicht te houden in een grotere groep. Zijn het ook uitkeringsregels die misschien verplicht worden om te solliciteren hierop of niet? Nee, dat heb je alleen maar op basis van vrijwilligheid. Ja, er zijn beroepen waar je mensen naartoe kunt sturen op verplichte basis. Dat proberen we sowieso zo weinig mogelijk te doen. Maar er zijn ook plekken waar je mensen niet op verplichte basis naartoe moet sturen, want dan weet je van tevoren dat het mislukt. Dit moeten gemotiveerde jongeren zijn of ouderen. Dat geldt ook zo. Hulp in de zorg of wat, of buurhulp. Dat moet je gemotiveerd doen, want anders gaat het niet. Ja, u begint met 4, heb ik begrepen, per 1 juli? Ja, beginnen met 4. 4. En dan komen er per kwartaal 4 nieuwe bij, heb ik begrepen? Dat is nu de planning. Ja? Ja. Dus aan het einde van het jaar hebben we er 16. Nou, zo loopt het niet helemaal. Nee. Op de eerste plaats kan er natuurlijk gezien met afvallen, maar de bedoeling is dat er doorgestroomd wordt. Ja. Want ook de bedrijven op de Kerklanden en het havenkwartier hebben ook al interesse getoond. Ja. U zegt doorstromen, waar naartoe dan bijvoorbeeld? Krijg je een opleiding? Het is een soort opleidingstraject, dat zei ik al. Het is de bedoeling dat het een opleidingstraject wordt, waardoor je via een aantal stappen professioneel beveiliger of professioneel BOA, dus opsporingsbeambtenaar kunt worden. En biedt de gemeente dan ook die opleiding aan? Dat is onderdeel van het traject. Dat is onderdeel. Ja. Dat wordt dus ook betaald dan door de gemeente. Dat is onderdeel van het traject. Begrijp ik. Het project gaat maar een jaar duren, begrijp ik. Voorlopig, dat is het experiment. Kijken of het lukt. Het moet aan alle kanten lukken. Het gaat niet alleen om de jongeren, maar ook het publiek moet eraan wennen. Ja. Winkeliers niet te vergeten. Die moeten ook hun zorgen kwijt kunnen aan een groep die ook een beetje voor hun gastheer is. Ja. Dus dat is ook belangrijk dat dat klikt. En natuurlijk gaat het om hoe de relatie tussen BOA's en de politie is. Dat is ook een experiment, want die jongeren hebben zelf geen bevoegdheden. Nee. Dus als die tegen een brommerrijder zegt, je moet nu even afstappen, want dat dan gaat gaan zo ze niet. Dat niet doen, hè? En ze gaan het niet doen, dan moet er wel backup zijn. Dus dan moet er wel binnen de kortste keren een BOA of een politieman bij aanwezig kunnen zijn om duidelijk te maken dat als de jongens dat zeggen, dat het wel degelijk inhoud heeft en dat de volgende scooterrijder wel degelijk gaat afstappen. Ja, dat doet me toch een beetje denken aan die SUS-teams die we in de tijd hadden. Dat is ook heel vrij snel afgeblazen weer, toch? Nou, de SUS-teams, dat was typisch iets in de horeca. Ja. En dat ging toch meer om het beteugelen van agressiviteit. En dan zit je toch in een wat andere verhouding. Ja. En dit is in eerste instantie een serviceverlenende houding. Ja. En daar onderdeel daarvan is dat de winkelstraat veilig is, dus dat er niet voortdurend gefietst wordt en dat soort dingen. Dus dat is daar wel onderdeel van, maar het is in eerste instantie serviceverlenend en niet handhavend. Maar is 4 niet een beetje weinig om mee te beginnen? Waarom niet met 10 of 20 of zo? Nou ja, omdat je niet meteen 20 hebt, maar ook omdat je het voorzichtig wilt proberen. Je moet er een beetje aan wennen.
Ze moeten begeleid worden door een BOA, een van onze opsporingsambtenaren. Daar hebben we niet zoveel van dat we meteen 20 op straat kunnen sturen, dus dat moet groeien. Ja. De eerste vier heeft u al? De eerste vier hebben we al. Wat zijn dat voor mensen? Aardige mensen. Tuurlijk, ja, dat zou ik ook zeggen. Als het hele vervelende mensen waren, hoeft u ze de straat niet op te sturen. Goed, dat zijn mensen die waarvan wij denken dat die capabel zijn om... Mannen, vrouwen, leeftijd? Jongens. Ja, oudere jongens, hoe je het wilt doen. Ja, want ik zei al, stadstewards, waarom geen stadstewardessen dan? Ja, kan ook. Maar in dit geval zijn het vier stewards geworden. Ja. Maar zijn er niet voldoende vrouwen? Want zeker wel, maar het gaat niet om voldoende. Het gaat om in eerste instantie de eerste selectie en er zijn toevallig vier jongens uit te komen. Vier jongens? Leeftijd ongeveer? Vooraan in de 20. Vooraan in de 20? Ja. Oké. Per 1 juli gaan ze beginnen en dan 3 maanden later komen er weer vier bij? Is de bedoeling. Dat is de bedoeling? Ja. Gaat het ook lukken, denkt u? Voor zover het nu het aanbod is in ieder geval wel. Daar ligt het niet aan. Okay. Het gaat gewoon op het slaat op straat. Dat is, ja. En het kost de gemeente verder niks, behalve die opleiding? Nou ja, het levert natuurlijk ook op. Ja. We betalen het voor een groot deel uit de uitkering. Die jongens krijgen een uitkering. Ja. Daar hebben we trajecten voor ook. Ja. Om mensen uit de uitkering te krijgen. En dat gebruiken we daarvoor. Ja. En we hebben dus wat extra geld gereserveerd vorig jaar. Ja. Om het experiment. Maar als het nou een succes blijkt te zijn, zouden we dan niet gewoon professionele betaalde krachten daarvan moeten hebben? Nou ja, dat is in ieder geval de volgende stap. We hebben ook afspraken gemaakt met de ondernemers uit Kerkelanden en het Havenkwartier. Dus als zij... op de duur professionele beveiliging over kunnen nemen. Ja. Nou ja, dan moeten we wel een beetje oppassen dat we met ons traject niet aan arbeidsverdringing gaan doen. Dat is natuurlijk altijd een beetje gevaarlijk, dus we moeten wel op letten. Een goedkope beveiligingsambt hebben rondlopen bijvoorbeeld, bedoel je? Nou ja, of het goedkoop is of niet, dat kan ook dezelfde zijn. Maar dat we niet bestaande banen opzij gaan zetten voor mensen die we graag aan de werk willen hebben. Want dan schieten we er niks meer op. Okay. Kunnen we nog meer van dit soort projecten verwachten van de gemeente? En niet alleen van de gemeente, we zijn in een regionaal verband zijn we bezig om jongeren vooral weer aan het werk te krijgen. Dat is toch een hele belangrijke doelgroep. We hebben ook een speciaal programma dat vanuit Den Haag gesteund wordt en waar we met 9 gemeenten ook aan werken nu. En dat binnenkort weer start gaat. Jongeren onderwijs arbeid heet dat, JOA. En dat is een speciaal project waar Mirjam Sterk ook als ambassadeur opgezet wordt. Daar gaan we binnenkort een convenant voor tekenen. En dat heeft de bedoeling om echt jongeren, in ieder geval met de school, zo'n vakbekwaamheid in ieder geval van school te laten gaan. Ja. En vooral de drop-outs te vermijden. Oké, dus er komen nog wel dingen aan hier. Er komen heel veel dingen aan, ook samen met uitzendbureaus zijn we trajecten aan het opzetten. Oké. Dus we moeten echt zorgen om mensen aan het werk te houden, dat is het belangrijkste. Ja. Zijn er nog mensen in de zaal die iets willen vragen over deze plannen? Ik kijk even omheen. Nee? Oké, nou dan ga ik u in ieder geval heel veel succes wensen met het traject. En we gaan het natuurlijk wel scherp blijven volgen. Absoluut, om te kijken of dit een succes wordt. En nogmaals, dat het niet zo gaat als met die zusteams. Dus heel veel succes, meneer Rensen. En we zien u op 1 juli de boel presenteren. Dankjewel. En we gaan verder met ons tweede onderwerp. Afgelopen week werd de nieuwe winkeltijdenverordening aangenomen door de gemeenteraad. Als alles goed gaat, komen er straks 6 extra koopzondagen bij. Dat betekent ook weer extra dagen betaald parkeren dus. De VVD wil daar wat aan doen om het leed te verzachten. Daarover praten we met Arno Schepers van de VVD. Welkom, meneer Schepers. Dank u, meneer Scholten. Als ik het goed heb begrepen, dan wilt u de extra inkomsten gebruiken op die zondagen om de parkeertarieven over zijn geheel te verlagen. Klopt dat? Ja, daar komt het ruwweg op neer. Kijk, het belangrijkste onderwerp waar het natuurlijk over ging is het feit dat die koopzondagen verruimd worden. Hè, dat er 6 extra koopzondagen bijkomen. En ook heel belangrijk dat alle supermarkten voortaan op zondag open zijn. En ook van 1 tot 8 s'avonds. Dus dat de mensen in Hilversum ruim de gelegenheid hebben om te winkelen. Nou, dat is het belangrijkste onderwerp. Daar hebben we ook met D66 voor gezorgd dat het wat meer verruimd is. Daarbij is, zeg maar, ja, ik zal zeggen als een soort van bijvangst, dat er ook meer mensen komen die op zondag winkelen, dat ze ook meer parkeren. Ja. En dat levert extra geld op. Ja, ik heb begrepen dat die extra inkomsten geschat worden op 100.000 euro, klopt dat? Die worden ongeveer op 100.000 euro geschat, ja. Nou, dan is de volgende vraag, en met hoeveel procent gaan dan straks die parkeertarieven omlaag? Nou, ik denk dat je niet alleen naar die 100.000 euro moet kijken die betrekking hebben op het parkeren op zondag. Maar we hebben afgelopen 2 weken zijn we ook begonnen met de jaarrekening. Ja. En in de jaarrekening van 2012 valt te lezen dat de parkeerexploitatie heel goed gedraaid heeft. Ja. En dat die 5 ton... Omdat het zo hoog is hier natuurlijk.
Nou, of omdat er heel veel mensen graag naar Hilversum komen om hier te winkelen en daar te parkeren. Maar niet om te betalen voor het parkeren, toch? Nou, ze komen hierheen omdat Hilversum inderdaad een mooie stad is. Niet om te betalen voor het parkeren. Maar kennelijk zijn er wel veel mensen die dat vinden. Dus we hebben 5 ton meer parkeeropbrengsten. Ja. Nou, een stukje is daarvan incidenteel, maar... Het lijkt erop dat er ook wel 1 of 2 ton misschien structureel is. Okay, nou, dus we hebben al met al misschien zo 2,5 ton te verspijkeren aan extra parkeeropbrengsten. Okay, en die gaat u teruggeven in de tarief? We willen kijken of het inderdaad mogelijk is. Je moet ook wat extra kosten maken. U schreef dat. Maar we willen graag kijken of het inderdaad mogelijk is om daarmee de tarieven van het maaiveld parkeren. Dus het parkeren zeg maar op straat en in de vakken. Om dat te verlagen. Ja, maar hoeveel gaat dat dan worden? Als je kijkt, u bent heel goed in rekenen, heb ik begrepen. Nou, ik weet niet of ik goed in rekenen ben, maar dit is in ieder geval een eenvoudige rekensom. Eenvoudig. De gemeente die heeft op jaarbasis ongeveer 2 miljoen euro die we binnenkrijgen aan maaiveld parkeren. Ja. Nou, als je daar, laten we zeggen, als je daar een ton van afhaalt, dan scheelt dat 5%. En als je er 2 ton van afhaalt, scheelt dat 10%. Nou, als je kijkt, het tarief voor het maaiveld parkeren in het centrum is 3,60 euro per uur. Ja. Nou, 10% is 36 cent en 5% is toch wel 18 cent per uur, dus dat scheelt wel enigszins. Nou, daar loopt toch niet iedereen warm voor 18 cent minder? Nou, ik denk dat het een goed signaal is dat we in Hilversum zeggen van luister, we hebben de parkeertarieven moeten verhogen om het huishoudboekje op orde te brengen. Ja. Maar, en dat hebben we als VVD vorig jaar ook al gezegd, wat ons betreft is het wel een grens. En op een gegeven moment denk je nu van, nou, dit is een mooie gelegenheid om te laten zien van, het gaat ons wel, we willen wel het signaal afgeven dat we de parkeertarieven ook willen verlagen als dat mogelijk is. Nou ja, 10%, ik denk dat er een heleboel mensen zijn die denken van, nou, dat scheelt toch alweer 3 dubbeltjes per uur. Ja, en u denkt dat dat plan aangenomen gaat worden straks, dat u daar een meerderheid voor heeft? Nou, wat ik al aangaf, we zijn nog even aan het kijken hoeveel precies het structurele bedrag is waar we over spreken. Dat wordt nu onderzocht. En uiteraard hoop ik dat daar een meerderheid voor is. Ik denk dat er wel meer partijen zijn die het parkeren graag wat goedkoper zouden zien. En als het dan ook nog op een financieel degelijke manier gaat, want de gemeente loopt zo helemaal geen geld mis. Dan denk ik dat we daar wel, dat er wel wat partijen voor te porren zijn. Ja. Oké. Een collega-raadslid van u, de heer Roos, die stelde voor om blauwe zones in te voeren. Dat je binnen die zone dan ergens gratis 15 minuten kunt parkeren. Is dat niet een goed idee? Nou, ik denk eigenlijk dat... vond ik het opvallend dat de heer Roos zelf helemaal geen financieel plaatje bijgevoegd heeft. Want het parkeren in blauwe zones kost de gemeente namelijk gewoon erg veel geld. En daar komt bij dat mensen vaak ook... het idee van die blauwe zone zit en dat je snel even in een kwartier een boodschap kan doen en dat je dan weer weg bent. Maar is toch prettig voor iedereen? Nou, ik denk dat mensen, als ze wat langer willen winkelen, dat je niet de hele tijd, als je in de rij staat, op je horloge wil kijken van... is mijn kaart al verlopen of moet ik al weg? Dus wij denken dat gewoon het verlagen van de tarieven, nu het mogelijk is, dat een betere oplossing is om de mensen die komen winkelen in Hilversum te faciliteren. Ja, maar er was ooit nog eens een plan om het betaald parkeren terug te brengen van 9 uur 's avonds naar 6 uur 's avonds. Is dat dan nog niet ook een goed idee? Want nou, dat is dat scheelt voor de horeca en de restaurants weer een heleboel omzet. Want dat anders is, begin ik als ik naar de horeca ga of naar een restaurant, begin ik al met 9 euro te betalen terwijl ik nog niet gegeten heb. Nou, het is natuurlijk sowieso slim om dat ook op de fiets te doen. Ja. Maar los daarvan... Ja, maar goed, we willen ook mensen buiten Hilversum hebben. Zeker, zeker. En die mensen die... het is zelf een idee van de VVD geweest om vanaf 6 uur gratis te parkeren. Ja, en die heb ik nooit meer teruggehoord, dat idee. Nou, Erik Boog, de wethouder die daarvoor verantwoordelijk is, die is dat momenteel aan het uitzoeken. Ja. En we wachten nog op zijn reactie. Ja. Dus, maar we hebben er goede hoop op, omdat de kosten voor het handhaven na 6 uur ook heel hoog zijn, dat daar mogelijkheden voor zijn. En dan wordt het natuurlijk inderdaad s'avonds nog aantrekkelijker om naar heel veel te komen. Ik hoor ook wel weer buurtbewoners gaan klagen straks. Want op 6 extra koopzondagen betekent ook dat je in de omwonende buurt dus ook weer moet gaan betalen. Een vriend van mij die woont in zo'n buurt, hè, Gerard. En dan moet hij al zijn gasten op zondag, die moeten dan opeens gaan betalen. Ja, van ergens vandaan komen. Dat is toch niet leuk? Dat is ook niet leuk. En dat is ook iets waar we als gemeente goed naar moeten kijken. Hoe we die overlast zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Aan de andere kant is dat nooit helemaal te vermijden. En daar moet je denk ik dan ook gewoon eerlijk in zijn. Ja. Dit idee om die parkeertarieven dan te verlagen, dat komt natuurlijk in het verkiezingsprogramma te staan van de VVD straks. Wordt een soort verkiezingsbelofte? Nou, kijk, op het moment dat we gaan bij de kadernota waarschijnlijk, het stuk wat de opmaat voor de begroting, waar we nog voor de vakantie over gaan praten in de raad, gaan wij wellicht al dit ter sprake brengen. Dus wellicht is er al iets geregeld voordat er verkiezingen zijn. Ja, u bent al aan het lobbyen bij andere partijen voor dit idee. Zijn andere partijen er heel blij mee, denk ik? Ik denk dat er andere partijen zeker geïnteresseerd zijn in dit idee. Ja. Oké, nou, dat zouden we dus even in de zaal kunnen peilen. Zijn hier politici die heel erg... ik zie 2 enthousiaste politici die daar wat over willen vragen. Nou ja, doet hij het of niet? Wat mij een beetje
Nou, eigenlijk mijn vraag is... Kijk, volgens mij zijn we de laatste jaren met name bezig geweest om bovengronds parkeren, hè, dus juist niet te stimuleren. Dus dat betekent dat we met name de parkeergarages moeten gaan gebruiken om mensen naar het centrum te krijgen. Dit lijkt mij een stimulans die eigenlijk een beetje ingaat tegen het beleid. Maar misschien kan u dat toelichten, hoe dat zit. Nou, we hebben een beleid dat je natuurlijk het bovengronds parkeren niet wil stimuleren. Aan de andere kant hebben we die parkeerruimte, dus we willen wel graag dat er ook op een gegeven moment... Hè, als dat allemaal leeg staat, lopen we veel opbrengsten mis. Daarnaast is er ook beleid, wat actief wordt gevoerd, om het parkeren in de parkeergarages aantrekkelijker te maken. Zo kun je bijvoorbeeld in het centrum nu gedifferentieerd parkeren. Eerst was het, als je eenmaal binnen bent, betaal je meteen volledig voor het eerste uur. En nu kun je ook per kwartier betalen. Wat je ziet is dat het een aanzuigende werking heeft. Dus er gaan ook meer mensen in de parkeergarages betalen. En gelukkig zien we dus ook dat de exploitatie van de parkeergarages aan het verbeteren is. Dus als je in brede zin kijkt, is het parkeren in Hilversum sowieso iets beter aan het draaien dan voorheen. Ja, nou ja, goed, dat zou kunnen. Ik ken die cijfers niet helemaal. Ik vind het alleen een beetje verbazingwekkend dat u nu zegt van, nou ja, goed, laten we maar gewoon bovengronds gaan parkeren. En die parkeergarages, ik zou zeggen, stimuleer die parkeergarages. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar de Gooise Brink, waar vandaag nog een verontrustend stuk in de krant staat, hè, dat die Gooise Brink gewoon niet goed loopt. Ga dan zorgen dat mensen juist die richting op gaan en niet helemaal verspreid over Hilversum overal een auto neer kunnen zetten. Dat zou mij een concreet richtingsgeven aan beleid, aan parkeerbeleid ook. En dus ook aan winkelbeleid. Nou, het een hoeft het ander wat ons betreft niet uit te sluiten. Kijk, de maatregelen, er worden al maatregelen genomen om parkeren in bijvoorbeeld de Gooise Brink te stimuleren. Dat is door die gedifferentieerde tarieven, dat je ook gewoon per kwartier kan betalen en niet per uur of per anderhalf uur. In de tweede plaats, kijk, we hebben ook gewoon gezegd, we hebben die parkeertarieven moeten verhogen, omdat het nou eenmaal nodig was om het huishoudboekje op orde te krijgen. Dan vinden we het ook terecht, als er op een gegeven moment geld over is, dat we dat ook weer teruggeven aan de mensen die dit parkeertarief moeten betalen. Okay. Dus dat is gewoon een stukje rechtvaardigheid. Okay. Ik heb nog iemand die wil reageren, mevrouw Wijnands. Meneer Schepers, die begint met te stellen van, als we extra zondagopeningen hebben, dan gaan we meer parkeergeld binnenkrijgen in deze economische recessie. De mensen kunnen maar één keer hun geld uitgeven. Dus als ze op zaterdag gewinkeld hebben, gaan ze op zondag niet. Als ze op zaterdag gewinkeld hebben, gaan ze op zondag niet. Willen ze op zondag gaan, dan gaan ze op zaterdag niet. Dus u krijgt niet zoveel extra inkomsten. En daarbij laat ze in de parkeergarage gaan, stimuleer dat parkeren. U maakt een rekensommetje, tenminste. U zegt iets, maar eerst zien en dan geloven in deze. Het rekensommetje, meneer Schrijver. Ja, het rekensommetje is niet door mijzelf gemaakt, maar die ton die is berekend door de mensen die over het parkeren gaan in Hilversum. De mensen die daar toch het meest verstand van hebben van ons allemaal, denk ik. De cijfers dat we meer geld overhouden in het parkeren uit de jaarrekening, dat zijn gewoon keiharde cijfers. Daar valt denk ik heel weinig over te discussiëren. Dat geld hebben we gewoon binnengekregen. En wat mevrouw Wijnand zegt is in die zin wel interessant. Hè, van je kan een euro maar één keer uitgeven. Dat is uiteraard waar. Maar op het moment dat we extra koopzondagen in Hilversum hebben en het wordt aantrekkelijker om in Hilversum te gaan winkelen, dan is het misschien wel zo dat iemand uit Laren of iemand uit Huizen denkt, hey, er is koopzondag in Hilversum. Ik ga eens naar Hilversum. In plaats van dat ik of ergens naar Amsterdam ga of naar Utrecht. Want Hilversum is toch lekker dichtbij. Ja. Het is een leuke stad om te winkelen. Dus ik ga daarheen. Dus dat trekt toch een beetje extra mensen aan. U bent optimistisch, zou het horen. Mag ik over dat optimisme iets zeggen? Stel dat het waar is. Dan hebben we extra inkomsten. Er ligt nog ergens een belofte. Hè? Als er extra geld binnenkomt, worden de algemene reserves erin gevuld. U gaat er weer iets anders leuks mee doen. Laten we nou eerst eens zorgen dat de financiën in zijn totaliteit, als we als gemeente extra geld kunnen creëren, genereren, laten we dat in de algemene reserve stoppen. Ja, en niet ook weer ergens cadeautjes gaan geven. Nou, dat was altijd toch het idee van de VVD. Toch? De VVD is al jaren keihard bezig om de financiën op orde te brengen. En dat idee blijft ook buitengewoon overeind staan. In dit geval zeggen we hebben de lasten voor het parkeren erg moeten verhogen. En als er dan door bepaalde gunstige omstandigheden wat meer parkeergeld binnenkomt dan we verwachten, dan vinden we het ook wel fair om dat terug te geven. Want de VVD heeft ook altijd gezegd, zo min mogelijk lastenverhoging. Okay. Dus geen lastenverhoging meer. U gaat lastenverlaging gaan creëren. En daar zijn we toch niet helemaal mee eens. Okay. Nou, maar dank u wel mevrouw Wijnands. Meneer Schepers, zijn er nog andere reacties op dit moment? Dan wil ik u in ieder geval heel veel bedanken voor uw bijdrage aan dit onderwerp. Graag gedaan. En wij kijken graag in het verkiezingsprogramma van de VVD met hoeveel de tarieven straks omlaag gaan. Het zal zeer lezenswaardig zijn. Succes, meneer Schepers. Dank u wel.
Nou, lees ik hier toch echt dat het in Hilversum een stuk veiliger is geworden. Geintje zeker? Nee, die kroeg is alweer dicht, joh. Oh, waarom is die nou weer dicht dan? Ja, Lex, er waren schijnbaar smerige praktijken aan de gang. Smerige praktijken. Dat verbaast me niet, want Hilversum heeft de vieste horeca van Nederland, schijnt het. De vieste horeca? De vieste horeca van Nederland, ja. Nou, dat vindt Broertjes vast niet erg. Oh, nee? Nee, zolang we maar bovenaan staan. Oh, wacht, ik weet wat jij bedoelt. Die atlas van gemeenten. Van in Nederland, 2013. Ja. Zijn we van de... Van de 29ste plaats zijn we de 24ste plaats geklommen. Ja. Ja, en dat betekent dat Broertjes vorig jaar het nog een onding vond. Een irritant ding. Nee, maar die is 180 graden om. Die is, ja. Ja, hoezo eigenlijk? Nou ja, er staan een heleboel positieve dingen staan erin. Positieve dingen? Zoals? Ja, nou, laat me even nadenken. Hilversum heeft de grootste dichtheid van roodbosjes in Nederland. Ja. Je meent het. Roodbosjes in Hilversum. Roodbosjes. Ja, en we zijn bovendien horen we bij de groenste gemeente van Nederland. De groenste. Ja, maar dat is eigenlijk ook alweer voorbij. Oh. Ja, want ze zijn bezig met de ene wietplantage na de andere op te rollen. Ze hebben 4526 plantjes hebben ze opgerold. Het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja, dan heb ik het alleen nog maar over de Trompenberg. Ja, ho. De Trompenberg was toch onze netste buurt? Ja, was. Ik bedoel, daar was, zitten toch geen criminelen? Was. De netste buurt, ja. Is niet meer. Lang niet meer, nee. Goed. Broednest van de maffia, oh, onderwereld. Oh. Ze hebben de laatste kopstuk opgepakt van de onderwereld, ja. Danny Kay. Danny Kay? Ja, ik vond het ook raar. Ja, hij woonde daar in een penthouse, schijnt het. Nee, maar dat is natuurlijk wel een ideale locatie voor een wietplantage. Zo bovenop het dak. Volle zon erop. Ja. Is goed hoor. Ja, dat is waar. Krijg je mooie plantjes van. Ja, nou die zijn nou opgerold. En wat doen ze met die plantjes, weet je dat? Ja, dat weet ik. Die vernietigen ze. Och, ze vernietigen zonde. De plantjes. Ja, hoor eens Lex, de gemeente is bezig met handhaven. Als er maar even geklaagd wordt, dan grijpen ze in. Hè? Die moestuinbakken, weg. Oh, ja. Trampoline, weg. Trampolines? Ja, je kan hoog en laag springen, maar die dingen moeten weg. En waar ze die moestuinbakken neer moeten zetten, daar hebben ze geen idee van. Nou, daar heb ik wel een ideetje van. Oh? Ja, die passen nog net in dat planologische monster in Schravenland. Oh. Ja. Dat is een wapenkeren. Over parkeren gesproken. Dat parkeren in Hilversum, Lex, dat is toch eigenlijk ook een beetje onbetaalbaar geworden? Nee. Het is niet onbetaalbaar geworden. Nee, oh. Want daar hebben we de VVD voor. Oh. Die hebben een plan om het parkeren in Hilversum goedkoper te maken, namelijk. Ja, maar dat plan, dat lukt toch helemaal niet? Dat heeft totaal geen kans van slagen, man, nou, dat plan. Waarom zou dat niet slagen? Nou, stel je voor, hè, dat, die extra koopzondagen, dat moet Arno Schepers persoonlijk. Ja, daar gaat hij om. Al die parkeermeters zelfstandig openen, ja. Geld eruit halen en dan door de weekse parkeerders weer teruggeven. Nou, geen kans van slagen. Een soort moderne Robin Hood in Hilversum. Nee. Robin Hood die stal van de rijken en gaf het aan de armen. En dat kan je van de VVD niet zeggen. Dat is waar. Ik heb trouwens Hans Roos. Hans Roos. Ja, dat schiet me ineens te binnen. Dat is wel een raar overgang. Ja, die Hans Roos die had ook zo'n proefballonnetje. Oh ja, wat voor kleur had hij? Nou, blauw. Een blauw? Ja, nou, blauwe zones wilde hij inrichten. Ja. Waar je 15 minuten gratis kan parkeren. Nou, let op mijn woorden nog even. En je hoeft helemaal niet meer in Hilversum te parkeren. Want er zijn binnenkort toch geen winkels meer in Hilversum. Die hele Gooise Brink, dat is één grote spookstraat geworden, joh. En die Achmea, de eigenaar van dat pand, die kan die winkels aan de straatstenen niet meer kwijt, joh. Ja. Achmea ontzorgd. Ja. Je hoeft helemaal niet, ze lossen gewoon het verkeersprobleem op, het parkeerprobleem op. Ja. En wat doen ze eigenlijk met die lege winkelpanden waar jij het net over hebt? Dat is leuk. Weet je wat ze daarmee gaan doen? Nou? Die gaan ze volhangen met posters. Zo. Ja. Dan hebben we volgend jaar staan we nummer 1. Op de lijst van posterdichtheid in Nederland. Dat denk ik wel. Hey, we scoren trouwens ook goed, lees ik, qua werkeloosheid. En dat wordt alleen maar beter nu met al die nieuwe banen erbij. Nou, ik weet echt niet waar je het over hebt. Nieuwe banen? Welke banen? Heb jij Renze net gehoord? Het was bijna onverstaanbaar, maar heb je nog gehoord? Ja, heb je hem gehoord of niet? Ja, dat ging over banen, hè? Ja, we krijgen hier, dankzij Jan Renze, straks stadssteward. Stadssteward. Hey Lex. Dat is misschien wel een leuk baantje voor jou, joh. Ik? Hey,
Ik als stadstoert. Ja. En wat zou ik dan moeten doen? Nou, dan ga je met je handjes op je rug, loop je door de winkelstraat. En als er dan iemand fietst, zeg je, hey, afstappen. Hey. Afstappen. Afstappen. En als ik dat zeg, dan doen ze dat wel. Ja, dan stappen ze af, dan krijg je een klap voor je hersens en dan fietsen ze weer verder. Ja, dat is dankjewel. Dat is wel weer lekker. Leuk dan. Leuk voor jou. Ja, je hebt ideetjes, hou goed, ze maar voor je eigenlijk. Ja. Ben je trouwens vorige week nog in dat repair café geweest? Ja, dat was hier. Nee, ik ben niet geweest. Veel te druk, Oh man, het was te druk. Oh man, het barst hier van de politici. Politici? Ja. Wat kwamen die dan laten repareren? Nou, wat dacht je? Ah, van gebroken verkiezingsbelofte. Kunt u het alsjeblieft even repareren? Ja, kapotte proefballonnetjes. Ja, plakken. Ja, plakken die handel. Partijen die het lek boven water wilden krijgen. Ja. Heb je ook nog. En dan nog, en dat is nog wel de ergste, die wethouder die kwam hier. De wethouder van Financiën. Want die wilde zijn gat in zijn begroting laten dichten. Oh, dat redt hij niet. Nee, dat schiet niet op. Volgens mij niet. Nee, dat schiet niet op hoor. Nee, dat schiet niet op. Nou, ik er zo over heb, mijn glas begint alweer. Is weer half leeg. Nou, hij zit anders wel behoorlijk vol. Half vol, ja. Nou ja. Nou, laten we maar proosten. Op de vakantie. Cheers. Ons laatste onderwerp gaat over de atlas van de Nederlandse gemeenten. Die atlas waarin 50 grootste gemeenten op een aantal punten worden vergeleken en beoordeeld, kwam afgelopen maand weer uit. Hilversum is weer iets gestegen, maar staat nog altijd op een 24e plek. Alle reden om daar weer eens over te praten. Aan tafel hebben we daarvoor Mirjam Koorloos van Leefbaar Hilversum, Samia Kroef van de Partij van de Arbeid en Annemarie Dendaas van D66. Hartelijk welkom allemaal. Nou, daar zitten we weer. Vorig jaar 2 plaatsen achteruit, nu 5 vooruit. Uw eerste reactie, mevrouw Koorloos. Het verheugt ons. Ja, natuurlijk. Nou, dat is origineel. Meneer Akroe, het verheugt u ook? Een duwtje in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet. Een duwtje in de goede richting, mevrouw Dendaas. Nou ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Maar u vergeet te zeggen dat we op de sociale index... Economische index. Ja. Op 5 staan. Oh, dat en dat is natuurlijk wel eigenlijk wel heel belangrijk. Ja, maar het is niet alleen sociale index, het zijn meerdere factoren die gemeten worden. Nou, je hebt de woonaantrekkelijkheidsindex en je hebt de sociaal-economische index. Okay. En op de woonaantrekkelijkheidsindex zijn we inderdaad een paar plaatsen gestegen, gelukkig. En een sociaal-economische index staan we op 5. Dus dat is best wel een applausje waard. Ja, nou, dat doen we straks misschien aan het einde. Hoeveel belang moeten we hechten aan deze atlas? Mevrouw Koorloos. Het is best belangrijk, want het gaat over de 50 grootste gemeenten van Nederland. Er zit Hilversum bij. En we zitten toch bij de bovenste 25. Dus u vindt het wel belangrijk? Ja. Dus u hecht waarde aan die uitslag? Niet persoonlijk voor onze gemeente. Het is leuk dat je op die lijst staat. Ja. Maar ik denk als er bijvoorbeeld staat van de veiligheid van 16 naar 14. Ja. Dat je niet moet denken dat we er zijn. Nee. Zeker niet. We moeten ermee doorgaan. En niet denken van we zijn een paar punten gestegen. Okay. Dus het is wel goed. Dat zeker niet. Je moet altijd naar je eigen gemeente blijven kijken waarin je vooruit kan gaan. Meneer Akroe, hoeveel waarde hecht u aan deze atlas? Nou, het is belangrijk in dat opzicht dat er een trend zichtbaar is. Waar we eerst in een neerwaartse, spiraal wil ik nog net niet zeggen. Maar in ieder geval een neerwaartse trend zaten. Een glijdende schaal. Zoals mevrouw Dendaas het verwoord. Zien we nu toch wel weer een kentering in de positieve richting. Maar om nou exact de cijfers mee te nemen, om de exacte cijfers nou in het verhaal mee te nemen, die exacte cijfers hecht ik niet echt waarde aan. Oké, mevrouw Dendaas? Nou, ik kan me wel bij meneer Akroe aansluiten. Alleen het is zo dat de cijfers zijn ook voor een deel heel erg afhankelijk van wat er in andere gemeenten gebeurt. En daar hebben wij natuurlijk totaal geen invloed op. Dus de concurrentie in de strijd. Nee, dat is het niet. Je hebt helemaal geen invloed op cijfers uit Amsterdam of Utrecht. Dus in zoverre moet je natuurlijk wel je positie goed bekijken. Maar je moet ook denken van Amsterdam en Utrecht kunnen wij nooit verslaan. Nee. Bovendien, als ik daar nog even iets op mag toevoegen. Bovendien is de beïnvloeding van al die factoren, neem bijvoorbeeld, om de lokale economie te stimuleren. Ja, in de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft gewoon veel meer slagkracht dan de gemeente Hilversum. Dus in dat opzicht kun je natuurlijk ook niet helemaal die vergelijking maken door SEC naar de statistieken te kijken. Het grappige is, ik had vorig jaar 3 politici aan tafel, daar waren we gezakt.
En toen zei iedereen opeens, ja, we moeten niet te veel waarde hechten aan deze atlas. En nu is het opeens een stuk positiever geworden allemaal. Nou, dat is niet waar. Ja, meneer Broertje zei vorig jaar ook dat die atlas een onding was. En die zei nu ook van, nou kijk, het is goed beleid, we zijn gestegen. Het is maar net hoe het komt, hè, of niet? Nou, nee, dat is niet waar. Ik heb het begin van mijn... Dat begrijp ik. Maar ik zou er graag op willen aanmerken. Ik heb gezegd dat er een trend zichtbaar is. Okay. En die trend was vorig jaar ook zichtbaar. Namelijk dat we vorig jaar gewoon keihard gezakt zijn. En dit jaar weer 5 plaatsen omhoog. En waar, scoren we nog dramatisch op? Ja, wat mij betreft natuurlijk cultuur. Ja, hè? Dat is de 49ste plaats. Dat is, de 46ste. Oh, de 46ste. Het is al erg genoeg, dus ik hoef het niet nog een keer te herhalen. Ja. Maar dat wordt in de woonaantrekkelijkheid gewoon heel zwaar beoordeeld. Hè? Ja. Dus als jij podiumkunsten, als dat gewoon te weinig in je stad gebeurt, dan krijg je daar score je daar heel slecht op. Dus moet je er wat aan doen? Precies. Ja. Nou ja, en dat zijn we ook ten volle van plan. Ja? Ja? Wat bent u van plan allemaal op cultuur? Mevrouw Koloos, heeft u plannen voor de cultuur? Nou, we hebben onlangs inderdaad het onderwerp cultuur gehad, breed aan de kaak gesteld. En wij hebben zeker gepleit dat er veel geld naar cultuur gaat. Dat mag niet op bezuinigd worden, toch? Nee, dat mag niet op bezuinigd worden. Maar het moet wel. We moeten met z'n allen bezuinigen. Dus komen we nooit van die 46e plek af als we blijven bezuinigen op die cultuur, toch? Nee, maar misschien kunnen we toch wat gaan schuiven in de toekomst. Ja, meneer Koop? Misschien moeten we meer kijken naar de taken die cultuur binnen Hilversum moet hebben. En dat we dat meenemen in je beleid. Wat bedoelt u daar dan precies mee? Nou ja, je kijkt meer naar de functie en het doel. Hè? Wat een instelling, een cultuurinstelling moet hebben in Hilversum. Hè? Wat is het bereik? Wat wil je ermee bereiken? En hoe ga je dat bereiken? Ja. Ik denk dat dat de discussie is die je moet voeren. Ja. En mevrouw Dendaas, die maakt zich ook heel sterk voor de cultuur, begrijpen. Nou ja, we mag niet op bezuinigd worden. Nou, niet meer dan niet we meer. Al hebben gedaan. Okay. Dat om te beginnen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat de cultuurvisie die inderdaad door de Raad is aangenomen, dat we daar nu vol mee aan de slag gaan. En je ziet ook al gewoon dat culturele instellingen daar heel erg gedwongen weliswaar, maar heel erg veel uithalen al. Ja. Veel resultaten boeken. En ik denk dat we op die weg gewoon door moeten. Want het is heel belangrijk dat Hilversum een levendige binnenstad houdt. Ja. En daar is een cultureel divers aanbod gewoon heel belangrijk in. Dat zie je aan alles. Even, op dit moment wordt het ene na het andere winkelpand in Hilversum gesloten. De leegstand wordt steeds groter. Dat maakt het ook niet echt aantrekkelijk in Hilversum, toch? Absoluut. Maar dat zie je ook in die index terug. Hè? Als je kijkt naar die culinaire, wat was het woord nou? Ja, culinaire eetgelegenheden. Nou, laat ik even kortweg gezegd gewoon de horeca noemen. Ja. Dan zie je dat wij daar gewoon naar beneden zijn gegaan. Echt enorm naar beneden zijn. Dus het is niet allemaal Hosanna, toch? Nee, maar dat heb ik ook al gezegd. Het heeft te maken met diverse factoren. Ja. Het heeft ook te maken met veiligheid, parkeertarieven, aanbod, hoe ze... Ja, één puntje is ook nog. En nog meer, nog beter gezegd. Ik wil daar nog één ding op toevoegen. Nog sterker gezegd. Er zijn gewoon een heleboel factoren die wij als gemeente niet kunnen beïnvloeden. Nee. Namelijk de economische crisis waar we in zitten. Ja. En daar heeft de horeca niet alleen in Hilversum, maar overal in het land last van. En dat zie je ook in Hilversum terug. Ja. En de vergrijzing, daar kunnen we ook niks tegen doen, hè? Nee, dat is ook dat een trend. Dat valt ook wel mee trouwens, hoor. Valt dat mee? Ja, dat valt ineens mee. Op welke plek staan we daar met vergrijzing dan? Nou, dat weet ik uit mijn hoofd niet zo. 1, 2, 3. Volgens mij een kwart van de bevolking. Ja. Ja, maar het is zeg maar niet erger geworden, om het zo maar uit te drukken. En er zijn ook veel meer gezinnen met kinderen in Hilversum gekomen. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zo'n... Dat vind ik niet zo problematisch of zo. Nee. En er is in ieder geval geen krimp. Nee. Dus we worden niet kleiner. We worden nog steeds een beetje groter elk jaar. Gaan we nou iets doen om weer in de top 10 terug te komen? Want we hebben er ooit ingestaan, hè? Nou, dat kan ik me niet herinneren. Nee, ik ben nog heel jong natuurlijk, maar het is nog niet zo heel lang geleden, hoor. Dat we in de top 10 gestaan, maar 15 jaar geleden of zo. Oh, oké. Ja. Nou ja, dat is dan een goed streven om daar weer terug in te komen, ja. Het is dus mogelijk. Gaan we dat terugzien in de verkiezingsprogramma straks van uw partij? Het streven is om binnen de top 10 te komen? Nou, ik denk dat zo letterlijk zal het er niet in staan, maar ik denk dat wij daar alles aan willen doen om vooral de binnenstad van Hilversum gewoon te verlevendigen, zodat iedereen die hier woont, maar ook alle bezoekers van buiten, gewoon een perfecte en aangename stad in rondlopen. En we gaan het hopen dat het allemaal gaat gebeuren. Ja. Zijn er nog mensen uit de zaal die willen reageren op dit moment? Nee? Nou, dan gaan we volgend jaar... Oh, ik zie hier iemand die wil reageren. Nee? Oh, nee. Toch niet. Nou, dan een bier bestellen of die zo. Die trekt zich terug misschien volgend jaar, want
We gaan het natuurlijk in de gaten houden volgend jaar of we dan weer gestegen of gedaald zijn. En dan gaan we weer met andere politici praten. Hartelijk dank voor uw komst. En dan zijn we nu meteen ook gekomen aan het einde van deze uitzending. Als alles goed gaat, ziet u ons weer terug na het zomerreces. Heel erg dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.